Goedendag. Ik kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we boven Nederland dat er weinig bewolking aanwezig is. Wel langs de westkust, natuurlijk, een wolkenbandje, en dat was dan vanochtend om tien uur. Maar de meeste wolken die bevinden zich boven Duitsland, de Alpen, het noorden van Italië en ook in het oosten van Frankrijk. Veel neerslag daar in sommige regio's, dat is echt het noodweergebied wat wij eh, maandag hadden. In Nederland gelukkig niet, daar hadden we wat wolkenvelden die van west naar oost over het land trokken. Her en Delft vierden er een licht buitje uit, het stelde allemaal weinig voor. Ook van tijd tot tijd zon, temperaturen die langs de oostgrens nog opliepen naar zo'n 23 à 24 graden. Vanavond winnen de opklaringen weer terrein, de stapelwolken lossen op en er zijn nog een paar wolkenvelden aanwezig. Het wordt overal weer droog en halverwege de avond is het een graad of 20. In de loop van de nacht daalt de temperatuur dan tot rond 12 graden. Bij die wagen, eh, lage waarden kan er wat nevel ontstaan en lokaal misschien een mistbankje. Ik denk niet dat het verkeer er echt last van zal hebben. En zeker tijdens het ochtendkloren niet meer, want dan is de mist alweer opgelost. Morgenochtend flinke zonnige periode. In de loop van de dag weer wat meer wolken. En uit die wolken kan vooral de noordelijke helft van het land opnieuw een licht buitje vallen. De meeste plaatsen houden het morgen droog. Temperatuur boekt een graadje winst. Wordt zo 21 à 22 graden op de stranden. Dat is hetzelfde als vandaag. In het binnenland wordt het op meer plaatsen 24 graden en op een enkele plek 25. De wind komt uit het zuidwesten tot westen en die is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Een dag dus met heel rustig zomerweer. Vrijdag hebben we vrijwel een kopie van morgen. De kans op een bui is een fractie kleiner, de temperatuur boekt een graadje winst, maar het is opnieuw die mengeling van zon- en wolkenvelden die het weer wil bepalen. De wind neemt ook iets af, dus al met al ook een prima zomerdag. De zaterdag begint droog en met zon, later op de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. We bevinden ons dan in warmere lucht, het wordt zeker 25 tot 27 graden, misschien nog wel wat warmer en dat betekent dat het in de middag benauwd wordt en er vanuit het zuiden regenbuien komen met kans op onweer en hagel. Dus vooral zaterdag later op de dag kan het slecht weer worden, ook zondag buien, ook dan kans op onweer, en dan gaat de temperatuur weer een fractie naar beneden, lijkt er dus op dat het een wisselvallig weekend gaat worden. Dan nog even de wat langere termijn. We zien de oplopende temperatuur naar zaterdag en dan op zondag de daling van de temperatuur. Dan is de warme lucht weer een beetje verdreven. Maar in het algemeen geldt dat ook augustus begint met temperaturen die zomers genoemd kunnen worden. Smiddags in het midden van het land 23 tot 26 graden en misschien in het volgende weekend nog wat warmer. De zomer blijft voorlopig dus in Nederland. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.